Welkom bij een nieuwe Tiel aan tafel. We hebben vandaag leuke gasten. We gaan spreken over Tiel Maritiem. Natuurlijk komen mijn kritische vrienden weer voorbij. En ik zit naast een prijswinnaar. Rafael Drent. Nou, een introductie heeft hij niet nodig. De fotograaf van Tiel. Jij hebt de prijs gewonnen. De Gelderse Nieuwsfoto 2015. Gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Het is onvoorstelbaar hoe vaak jij prijzen in de wacht sleept. Ja. Hoe kan dit? Liefde voor het vak. Liefde voor het vak. Ja. Ik denk dat ik de foto heel even laat zien. Want dat is natuurlijk waar het allemaal over gaat. Waar het allemaal door komt. Prachtig. Categorie portretten. Ja, dat klopt. En dit was het moment. Jij schiet zo'n foto en dan denk je, dit is hem? Nou, ik denk niet dat het is hem. Maar als ik dan achter mijn computer zit en ik zie uiteindelijk het resultaat op mijn scherm, dan denk ik wel, dat is wel een foto die ik even moet bewaren en in een mapje weg moet zetten om te kijken of ik daar nog iets mee kan aan het eind van het jaar als een wedstrijd zich aandient. Ja, ja, nou, en ieder jaar hebben we natuurlijk deze wedstrijd, ja. De Gelderse Nieuwsfoto. Ja. Hoe vaak heb je nou zo'n prijs gewonnen? Ik heb toevallig geteld en dat is nou al in totaal 8 keer. Ja. 8 keer? Ja, ja. Verschillende categorieën. Ja. Appelpop had je toen ook prachtig. Appelpop, categorie kunst en cultuur, een keer de overal prijs met een gezinsfoto van de Syrische familie. Portretten een paar keer, dus ja, het gaat goed. Het gaat goed. Ja. Jij bent hartstikke druk, want je bent naast inderdaad winnaar, ben je ook met exposities, met allerlei activiteiten bezig. Ja, klopt. Vertel. Dit jaar doe ik mee met Buren Bijzonder. Ga ik hangen bij Maarten Corbijn en Alex Koeleman. Ik doe mee met een expositie in het Hermitage in Amsterdam over een paar weken. Appelpop komt er natuurlijk aan, 25 jaar dit jaar. Dus daar staat ook wat te gebeuren met historie, foto's, noem het allemaal maar op. Daar kan ik volgens mij nog niet heel veel over zeggen nog. Een klein beetje nog maar. En dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Dat is het, ja. Nou, eventjes terug naar deze prijs. Hoeveel mensen doen er nou mee aan zo'n wedstrijd? Een kleine 50. Allemaal fotografen uit Gelderland of fotografen die in Gelderland een foto gemaakt hebben. En het moet uiteraard een Gelders onderwerp zijn ook. En er worden zo'n 350 à 400 foto's ingezonden. En dat wordt dan uiteindelijk door een vakjury teruggebracht naar 30. En uit die 30 wordt dan uiteindelijk, worden de prijswinnaars gekozen. Ja, en dit is een heel bijzonder project eigenlijk, hè? Want dit gebeurt dus alleen in Gelderland. Ja, wat ik begrepen heb, de heer Jan Terlouw die reikte de prijs uit afgelopen donderdag. En die refereerde ook aan het feit dat de provincie Gelderland eigenlijk de enige provincie in Nederland is die zo'n, nou ja, goed, provinciale fotowedstrijd heeft en organiseert. Ja, ja. Eigenlijk best apart, hè? Ja, wij hebben natuurlijk wel als proffotograaf de Zilveren Camera natuurlijk. Hè? Dat is een landelijke prijs. En de provincie Gelderland vindt het ook wel belangrijk om hun Gelderse fotografen en de Gelderse nieuwsgebeurtenissen één keer per jaar in het zonnetje zetten. Ja, ja, ja. En wie zijn de deelnemers, proffotografen? Ja, over het algemeen proffotografen en hier en daar fotografen die het leuk vinden om een foto te maken en bij toeval ook een mooie foto hebben gemaakt. Dus die kunnen ook meedoen, maar het is wel zo dat de foto moet wel gepubliceerd zijn. Dus deze foto heb ik in opdracht van de Gelderlander gemaakt en dan kun je hem ook insturen. Ja, dus dat zijn wel de voorwaarden. Dat zijn wel de voorwaarden, want anders kan iedereen natuurlijk een foto insturen, dat is niet de bedoeling. Ja, goed, het lijkt me duidelijk, maar wat maakt deze foto nou zo bijzonder? Ja, dat vind ik zijn glimlach. Weet je, die jongen die zwemt iedere dag. Ik heb begrepen dat hij iedere ochtend om 5 uur in het zwembad ligt. Hij wil heel graag naar de Paralympics toe uiteindelijk. En hij werd gekozen tot gehandicapte sporter van het jaar door de Gehandicaptenbond. En de Gelderlander vond het een leuk verhaal. En ik heb daar een foto van gemaakt. En die jongen vond het heel leuk om mee te doen. Ja, ik wou net zeggen, wat was zijn reactie? Ja, ik kreeg nog een appje van zijn moeder. En waarin hij tegen zijn moeder vertelde van, ik vind het heel leuk voor hem dat hij de prijs heeft gewonnen. Ja. Ja, dus dat was heel zettend. Ontzettend lief jongen ook. En dat zie je ook aan zijn gezicht. En hij staat goed in het leven. Ja, hoe oud is hij? Dat weet je niet. Ja, dat zou rond de 10, 11 zijn, denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, wat een bijzonder verhaal dan achter zo'n plaatje. Ja, ja. Nou ja, goed, als je ook goed kijkt, dan de jury zei ook van, Je moet eigenlijk 2 keer kijken om te zien wat voor handicap de jongen heeft. Hij zwemt met een iets korter armpje. En dat belemmert hem niet in zijn doen en laten en het zwemmen. Dus waar hij heel veel plezier in heeft. Ja, geweldig, geweldig. Ja. Ja. Nou, jij
ben hartstikke druk, hartstikke actief. Jij gaat voorlopig gewoon lekker door met prachtige, prachtige foto's maken. Ik was het wel van plan. Ja, ja, ja. Nou, nogmaals proficiat met het behalen van deze prijs. Nou, volgend jaar natuurlijk weer, hè? Ik ga mijn uiterste best doen. Ja, hè? Goed. Dank je wel voor dit. Dank je wel. En dan is het nu tijd voor Tiel Maritiem. Bij mij aan tafel Iris Epping en Rini van Maurik. Leuk dat jullie er zijn. Voordat we met Tiel Maritiem beginnen, Rini, wat is jouw betrokkenheid bij Tiel Maritiem? Betrokkenheid, de bedenker, maar ook nu de bedenkwerker. Ja, het ideeën creëren, wat kunnen we gaan doen bij Tiel Maritiem vorig jaar, dit jaar ook weer. Ja, en dit jaar hebben we dus bedacht dat er wat meer leven op de Nautische Markt moet zijn. Wat meer boten te presenteren. Dus mensen die een rubberboot of een sloep willen kopen, kom naar Tiel Maritiem. Want ook een rubberbootje kan. Ook een rubberbootje. Trailerbare bootjes zijn te bekijken en te kopen op de Nautische Markt dit jaar. Ja, wat leuk. Iris? Ja, ik ben eigenlijk de secretariële ondersteuner en hand- en spandiensten verricht ik daar ook in. En, maar eigenlijk, we werken als een team. Ja, het is een enorm team inmiddels, hè? Nou, we zijn met een team van een man of 8 op het moment. En iedereen heeft daar een bepaalde taak in toegekend. Op het moment heb ik ook entertainment in mijn portefeuille gekregen. Dat betekent dat ik moet zien dat ik op de dagen zelf zorg dat er leuke live muziek komt. We hebben op zondag bijvoorbeeld het Tiels Mannenkoor, dat ligt al vast. Maar verder moet ik nog even gaan zoeken wat we er nog meer aan invulling kunnen doen. Dus niet alleen die Nautische Markt, maar ook op het water gebeurt er van alles. Ja, van alles. Ook daar groeit het. We hebben prachtige boten krijgen we in binnen de haven van jachtwerven. Er komt een stoombok. Een van de weinigen die dus nog echt op stoom werkt en die kan binnenvaartschepen omhoog tillen. En dat is een prachtig ding, 45 meter hoog. Ja, dat lijkt me heel indrukwekkend. Heel indrukwekkend. En die ga je dan ook aan het werk zien, kan dat? Ja, de kleppen van de machinekamers gaan open. Natuurlijk komt er wel een goede afrastering voor te staan, maar de mensen kunnen zo de machinekamer inkijken en zien hoe die machine werkt. Op stoom. Ja, dat zal wel heel groot zijn. Ja. Het staat ook op een ponton van ruim 30 meter bij 15 meter. Dus het is een prachtig ding om te zien. We kunnen ook op dat ponton lopen. Alles wordt, voor de veiligheid wordt alles gezorgd. Een prachtig ding om te komen bekijken tijdens de Pinksterdagen. Ja, ja. Nou zie ik op die folder ook staan, bootje, wat was het nou, bootje varen? Ja, bootje varen, ja. Bootje kijken, bootje kopen. Ja, maar bootje varen, mag iedereen in een bootje varen? Voor wie is dat? Nou, dat betekent vooral, dat is eigenlijk het hoofdmotto van Tiel Maritiem, bootje varen. De jeugd kan opstappen, ze kunnen zeilinstructies krijgen, kanoën, ze kunnen mee met... Ze kunnen op de brandweer, maar de brandweerboot vaart natuurlijk niet, dus dat klopt niet. Maar we hebben een grote stoomboot, de Jan de Sterke. En daar kunnen mensen op intekenen en dan kunnen ze mee varen een half uur. En ze kunnen mee varen met de Neeltje Jantje. Dat is ook een bekend verhaal in Tiel, hè. En we hebben het ripvaren. Dat is een hele snelle. Ja, waar je dus echt in staat en dan zo over het water heen gaat met 90 kilometer per uur. Dat gaat heel hard, ja. Dat gaat echt heel hard. En dat is op eerste Pinksterdag. Daar kunnen mensen zich voor inschrijven. Dan kunnen ze mee. En op maandag hebben we van diezelfde rally-vaarders is er een race tussen bedrijven. Dus dan kunnen mensen niet opstappen, maar is wel heel interessant om te komen kijken. Bloedstollend snel. Ja, denk het wel. Ja. Zijn er nog dingetjes waarvan jullie vorig jaar dachten, oh, dat gaan we anders doen en dat wat nu echt aangepakt gaat worden? Dat zeker. Veiligheid. Veiligheid staat dit jaar voorop. We groeien. Vorig jaar 10.000 mensen op bezoek gekregen. Dit jaar verwachten we er meer. Dus veiligheid is gewoon een hot item binnen ons team. Samen met de gemeente gaan we het veiligheidsplan opstellen. Dat is bijna rond.
Overal wordt naar gekeken, bij wijze van spreken. Woensdagavonds komt het eerste ponton de haven binnenvaren. En vanaf dat moment wordt er al aan de veiligheid gedacht. En zo hebben we een heel stappenplan van ochtend tot middag, van middag tot ochtend. Ja, om alle opbouwwerkzaamheden ook onder strikte toezicht verantwoord te laten plaatsvinden. Ja, het wordt natuurlijk ook groter. Ja. Ja, ja, en dan krijg je met dit soort eisen ook te maken natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar we doen het graag. Want die 15.000 mensen die we hopen binnen te halen, ja, moeten veilig op ons terrein rond kunnen zwerven. En er is eten, drinken, alles is daar. En weet je wat ook anders is dan vorig jaar? Dat er meer openheid is naar de kermis toe. Het was eerder altijd zo dat mensen die op de kermis waren eigenlijk niet eens wisten dat daarnaast zich Tiel het Maritiem afspeelde. Maar nu is het de bedoeling dat die twee terreinen open liggen ten opzichte van elkaar. Dat er dus meer uitwisseling is. Ja, dat mensen gewoon daar ook even een rondje kunnen lopen. En voor de kermis wat oplevert, maar ook voor ons. Dat is gewoon leuk. We hopen dat het weer net zo mooi weer wordt als we de andere twee keren hebben gehad. Ja, dat was prachtig. Ja. En die hydrograaf? Uiteraard. Ja. Die is weer binnengehaald, letterlijk en figuurlijk. De pakjesboot. En die staat weer klaar voor heerlijk eten en drinken. Zondagsavonds natuurlijk de Captain's Dinner. Smaandagsavonds de blauwe hap. Voor 10 euro eet je buik helemaal rond. Nou, dus iedereen... Nee, ik denk, je zegt het fout. Het is op zaterdagavond Captain's Dinner en zondagavond... Inderdaad. Ja, want anders komen ze op maandagavond en dan zijn ze allemaal aan het afbreken. Dat heel zou jammer goed. Kijk, zijn. Daar hebben we hier eens voor. Daar is hier eens voor. Het is duidelijk, je hebt het heel hard nodig. Nou, hartstikke goed. 15 en 16 mei. Ja. Gaat het weer plaatsvinden. Laat het inderdaad weer prachtig weer worden. Ja. We hebben het besteld, net als de pakjesboot. Ja. Het moet gewoon goed gaan komen. Het moet gewoon. Ja, ja, we doen heel veel succes en wij gaan natuurlijk weer kijken daar. Uiteraard. Dank je wel. Van harte welkom. En dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden. Bij mij aan tafel Lieneke Slachter en Jan Woldberg. En we gaan het hebben over een best zwaar onderwerp. 4 mei komt er weer aan. Moeten wij nog herdenken? Het onderwerp hoor je vaker of dat nog wel zinvol is. Lieneke, wat vind jij daar? Volmondig ja. Ja? Absoluut. Waarom? Nou, ik vind gewoon dat het moet. Dat je altijd stil moet blijven staan bij het feit dat wij hier in vrijheid leven. En dat er heel veel mensen gestorven zijn voor onze vrijheid. Ja, maar goed, dodenherdenking. Bevrijdingsdag hebben we de dag daarna. Ja, maar ja, precies. Maar dodenherdenking, daar mag je wel even stil mee staan. Ja, dat er zoveel jonge mannen gestorven zijn, dat wij hier zo op deze manier kunnen leven. Absoluut. Ja. Jan? Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik vind ook dat we wat dat betreft gewoon ook een link zouden mogen leggen naar alle oorlog die op dit moment in de wereld aan de gang is. Kijk, het is zo dat wat er momenteel in de buitenlanden, met name Syrië, speelt. Ja, dat zijn zaken die zijn voor ons gewoon onvoorstelbaar in landen als Nederland. En nou, hier zou je heel goed die link kunnen leggen. Hè? Van, het is niet alleen het herdenken van de oorlog toen, hè, van onze ouders, maar ook gewoon wat daar gebeurt. En ook de jongeren daar met name ook in meenemen in die ellende die mensen op dit moment meemaken. Ja, het gekke is dat ik niet zo lang geleden een interview heb gezien dat een oude man die in de oorlog gevochten heeft, die zegt, ja, voor mij hoeft het niet. Die mensen hier opnemen. Die... Ja, die dode herdenking. Het is klaar. Het is mooi geweest. We weten het. De nieuwe generaties zijn al op de hoogte. Maar daar zijn jullie het niet mee eens. Ik ben het er absoluut niet mee eens. Kijk, ik snap dat op een gegeven moment mensen zeggen die dus de oorlog zelf bewust hebben meegemaakt. En dat weet ik gewoon van mijn vader die in de oorlog van straat is geplukt. In een gevangenkamp te werk gesteld is. Had het daar nooit over, wilde het er eigenlijk ook niet over hebben. Heel dus vaak. In die zin kan ik me voorstellen dat die mensen zeggen, ja, voor ons is het op een gegeven moment wel genoeg geweest. Maar ik denk, naar onze kinderen, onze kleinkinderen, mogen we niet ophouden om dit verhaal te vertellen. Nee, dit is een les voor de generaties hierna. Ja. Ja, je zou het eventueel kunnen verschuiven naar in het algemeen dodenherdenking. Ook mannen, jongens, vrouwen die gestorven zijn in oorlogsgebied. Ook voor mensen die uitgezonden zijn geweest. Dus je zou het wat breder kunnen trekken, maar ik vind sowieso dat je stilstaat bij het feit dat mensen gestorven zijn om vrijheden te verwerven. Ja, dan denk ik van dat moet je altijd doen. Ja. Absoluut. Ja.
Dus daar zijn we het heel erg mee eens. Ja, in dit geval niet. We zijn het heel erg eens. Kijk, en dan kun je het erover hebben op welke manier doe je dat dan. Ja. Hè? Dus dat, er zijn verschillende mogelijkheden om het te herdenken. Maar dat we het moeten herdenken, zeker. Duidelijk. Ja. Ja. Lijkt mij ook heel erg logisch, hoor. Pittig onderwerp om mee af te sluiten. Maar fijn dat u heeft gekeken. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe Tiel aan tafel.